En die van Linda Dijkstra. Voor de hoeveelste keer zou deze kennismaking voor u zijn? Voor mij zou het de 34ste keer zijn en je mag gewoon je tegen me zeggen. Ja. Dat doe ik dan ook. Fijn, dankjewel. En die moest daar 34 jaar geleden begonnen? Mijn man had er 3 gelopen en ik woonde aan de route. En toen dacht ik, potverdorie, waar hij kan, kan ik ook. Dus ik ga het proberen. Toen kreeg ik een maatje die net zo gek was als ik. En toen zijn we gaan lopen. Ja, en de smaak te pakken gehad. En de smaak te pakken gekregen. Een beetje verslaafd eigenlijk. Ja, ook 34 keer uitgelopen? Of, 33 keer uitgelopen, want het zou mijn 34ste zijn. Ja. Ja. Ging altijd goed? Ja. En zat u dan ergens in het midden of achteraan? Of? In het begin zat ik eigenlijk wel, qua dames, ja, denk ik redelijk vooraan. Ja. Ja. Toen brak in maart de corona uit en toen dacht u, daar gaan we? Of nog niet? Of had u nog hoop? Ik had stille hoop dat het allemaal wel zou gaan lukken, maar dat is de optimist in mij. Ja, goed toch? Ja. En dan komt toch op een gegeven moment de tijding van het gaat niet door. Wat dacht u toen? Ja, ik had toen eigenlijk heel veel aan mijn hoofd, want mijn vaste maatje had bloedvergiftiging. En lag in het ziekenhuis en lag er echt slecht bij. En toen dacht ik, ja, nou ja, het is zo. Schijnbaar mogen we dit jaar niet samen lopen. En misschien volgend jaar wel. Dus ja, misschien heeft het zo moeten zijn voor haar en voor mij. U was al aan het trainen of niet? Ja, wij hadden al vanaf januari elke woensdag minimaal 30 kilometer getraind. Ja. En daar ben ik resoluut mee gestopt daarna of niet? Toen het bericht... Ik loop wel verder regelmatig elke ochtend. Dus wat dat gaat, is er weinig aan de hand. Ja. Elke ochtend is overdreven, maar toch wel 3-4 keer in de week loop ik. Ja. Dat was natuurlijk het eerste weekend van juli dat hij niet weet wat hij moet doen op die dag. Nee, maar ik had het wel vrijgehouden. Normaal gesproken ben ik erg van de afspraken en van het regelen. Maar het eerste weekend van juli had ik gewoon vrijgehouden. Ik weet niet waarom. En toen kwam challenge. Ja, en toen dacht u? En toen dacht ik vorige week vrijdagnacht, challenge. Ik kwam terug van mijn vader uit het noorden. Challenge, dat ga ik doen. Maar zonder mijn maatje, dus geen nachtlopen. Dus ik ga 4x20 kilometer lopen. Ik start zaterdagmorgen tussen 7 en 8. Vanuit thuis of vanuit het plein? Ik loop van het huis uit naar het plein. En loop dwars door het dorp. Loop 2 keer rond Zomeren. En loop dan weer het dorp door. En ga dan, wat was ik eigenlijk van plan, om een ijsje te gaan eten bij Hartentroef. Omdat die 35 jaar bestaan. Ik denk, dat is dan aan het eind mijn 35ste. Op naar de 35ste. Maar ja, dat ijsje gaat door. Maar ja, het is niet helemaal wat ik ermee had beoogd. En dan 's middags ga ik weer 20 lopen. Maar dan ga ik met de bus om 5:20. In verband met 2020. 2020. Ja, ga ik dus dan 's middags weer 20 lopen. Dan ga ik met de bus naar Lierop. Want ik vind ook alle kerkdorpen belangrijk. Die horen bij Zomeren. Dus dan start ik in Lierop om 5:20 met de bus daar naartoe. 5:30 loop ik. En dan loop ik naar Zomeren. Van Zomeren naar Zomeren Heide, van Zomeren Heide naar Zomeren Eind. En dan terug naar Zomeren door de Kanaalstraat binnenkomen. Want ja, ik kan dat natuurlijk niet missen. En zondag doe ik precies hetzelfde. En als het goed is, heb ik rond 1:09 s'avonds 80 kilometer gelopen. Dan ga ik naar Guus Knoops. Want Guus had ik in de jaren 80 in mijn klas. Dus dat past hartstikke mooi. Ja, ja, u kunt er een maand over doen, maar u pakt dan 2 dagen. Ik pak 2 dagen, ja. Dat is toch een beetje Kennedy-mars. Dat is toch een beetje Kennedy-mars. Maar omdat ik s'nachts niet in mijn eentje wil lopen, ja, vind ik dat... Als ik mijn maatje mee had gegaan, waren we waarschijnlijk wel gewoon de 80 gaan lopen. Ja, en die wordt zondagavond hier ontvangen met bloemen en... Dat denk ik niet. Het is wat ik wil. Hè. Vind ik ook niet zo belangrijk. Maar hij vindt wel een prestatie als je dat kan volbrengen, of niet? Nee, maar iedereen die een sportieve prestatie levert, is belangrijk. Ik weet wel, dat heb ik opgeschreven, wat ik mis dit jaar. Ik mis dit jaar José, mijn maatje. Ik mis de startkaart afhalen. Ik mis het feest op het Wilhelminaplein. De kus van Henk Bukkums, die ik altijd krijg bij de start. De rustposten. De interviews van Cyrus midden in de nacht, waarbij ik altijd positief ben en nooit mopper. Gezellige doorkomsten in de steden en in de plaatsen waar we doorkomen. Bekenden onderweg, rustposten en de fantastische verzorging van de Joek. Telefoontjes onderweg, onder andere van mijn bonuszoon Jeroen. Cryptogrammen met mijn maatje. Het licht zien worden. Vogels, dieren. Goedemorgen. En van de andere wandelaars, laat dat goeie maar weg. De laatste kilometer Kanaalstraat en de binnenkomst met de binnenpraters. En dan de alle goede zorgen van Joek. U verlangt nu al naar de volgende, of volgend jaar? Ik hoop het.
You never know.